Zuidplaswethouder Arjen Hazelenbach zag deze week een jongensdroom in vervulling gaan toen hij achter het stuur van een vuilniswagen mocht plaatsnemen. De wethouder verbaasde zich over het grote aantal spiegels die moeten zorgen voor een zo goed mogelijk zicht van een chauffeur. Bijna alle scholen in de gemeente Zuidplas doen mee aan het project Veilig op Weg, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Transport en Logistiek. Na een theorieles wordt er in de praktijk gekeken waar de dode hoek nu precies zit. Een grote vuilniswagen van vuilverwerker Sita bezoekt alle scholen in de gemeente. De kinderen kunnen dan om de beurt ervaren wat wel en niet te zien is naast het grote voertuig. Door plaats te nemen op de stoel van de chauffeur wordt precies duidelijk wat bedoeld wordt met de term dode hoek.